Goedemorgen, marketeer. Ken je dat gevoel? 'S Ochtends opstaan, zin naar je werk te gaan, mooie klussen doen, mooie merken neerzetten, mooie nieuwe concepten de markt in. Je bent aan toe aan vernieuwing. Ja, de energie stroomt zoals de ochtendglorie hier door je heen. En dan kom je op de zaak, dan kom je bij je organisatie en dan lukt het niet. Dan krijg je die verandering niet goed doorgevoerd. Er is weerstand. Mensen gaan in het verzet. Je treft verzet aan in misschien niveaus boven je, directielevel. Misschien niveaus onder je, misschien in de chain, in de logistieke keten, in de wereld om je heen. En dan heb je te maken eigenlijk met het veranderproces. Hoe pak je een veranderproces nou slimmer aan? In onze NIMA training Leading Change gaan we je helpen met je eigen casus om te zorgen dat jouw project voorwaarts gaat. Misschien is 3 keer rechts ook links. Misschien moeten we nieuwe coalities smeden. Misschien moet het lonkend perspectief anders gedefinieerd worden. Ik ben al 25 jaar reisleider in veranderprocessen voor grote en kleine organisaties in allerlei sectoren. Mijn vak is het om leiders bewust te maken hoe ze meer impact kunnen maken en ook het verschil kunnen maken business-wise, maar ook people-wise. Dus in deze training Leading Change, eendaags, ik doe hem maar 1 of 2 keer per jaar voor NIMA, geniet er iedere keer van, nemen we je mee in je eigen casuïstiek. Wat heb ik nou te doen om mijn casus naar het volgende hoofdstuk te brengen? Iedereen gaat naar huis met concrete vervolgstappen. Wat heb je te doen? We helpen elkaar en we zorgen dat we volgens het principe van mijn bedrijf Berg & Partners werken aan een goede balans tussen leren, presteren en genieten. Ik zie je graag bij NIMA.